De zeedijk die de kerncentrale in Borselen moet beschermen, voldoet niet aan de eisen. Bij een superstorm die eens in de 4000 jaar voorkomt, zou de zee stukken uit de dijk kunnen slaan. De dijk is in principe gewoon veilig, maar als we kijken naar de laatste inzichten en naar de laatste toetsingsnormen, dan voldoet hij daar niet helemaal aan. En dat is uit het onderzoek eind vorig jaar gebleken, dat de dijk op dit moment niet voldoet aan de norm. En die norm is dat een dijk als deze in Zeeland een storm moet kunnen doorstaan die zich eens in de 4000 jaar kan voordoen. Waterschap Scheldestromen en het ministerie van Infrastructuur trekken samen 1,2 miljoen euro uit om de dijk te versterken. De Zeeuwse bevolking hoeft zich niet acuut zorgen te maken. We weten namelijk wat het probleem is. De dijk is in elk geval voldoende op hoogte, is voldoende van breedte. Alleen wat eraan ontbreekt op dit moment, dat is een erg goede bekleding. Momenteel ziet u alleen gras, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. En voor volgend jaar is het de bedoeling dat we hier klei en ook een steenlaag aan de buitenkant op gaan aanbrengen. En dan voldoet de dijk weer meer aan de norm dan dat hij eigenlijk moet voldoen. Dus kortom, het wordt straks een stuk veiliger. In Zeeland, waar notabene een kerncentrale ligt, is een superstorm van eens in de 4000 jaar de norm. De Randstad is beveiligd tegen een storm van eens in de 10.000 jaar. Dat klopt. Het Rijk stelt de normen vast en in dunbevolkte gebieden heb je een lagere norm dan in dichtbevolkte gebieden zoals de Randstad. Maar de aanleiding van de situatie in Japan is voor ons wel aanleiding geweest om met het Rijk hierover in overleg te treden. En vandaar dat we ervoor gekozen hebben om hier aan de buitenzijde een stenen bekleding aan te brengen. En daarmee voldoet deze dijk vanaf volgend jaar aan die hoogste norm die zelfs in Nederland geldt. Het wordt dan hier nog veiliger dan in de Randstad. Kortom, na volgend jaar ligt hier het best beveiligde stukje grondgebied in Nederland achter een primaire zeewering. We zouden het liefst eerder doen, maar gelet op allerlei vergunningenprocedures die wij moeten doorlopen, kan het ook echt niet eerder dan volgend jaar.